Ik denk bij ons vooral is dat we zoveel lol erin hebben, samen. Ja. Dat ja. Zij, ik zie haar stralen, zij ziet waarschijnlijk mij stralen. Ja. En de mensen zien dat. In Haagse Paradijsvogels neem ik een kijkje in het leven van excentrieke Hagenaars en Hagenezen. Mensen die opvallen vanwege hun bijzondere verschijning, levensstijl of een beetje van beide. Dit keer bezoek ik Roland Parijs, ook wel bekend als de Swinging Dance Opa. Met zijn 68 jaar is hij nog behoorlijk los in de heupjes en danst hij dagelijks door de straten van Den Haag. Even kijken. Hier is het. Ja, daar komt wat. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. 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 Wat leuk dat u er bent. Ja, nou dat vinden wij ook. Mag ik binnenkomen? Ja hoor, kom verder. Let niet op de rommel, hè. Welkom in mijn humble abode. Zo. Hier woon je dus? Ja. Roland. Dit is mijn huis sinds 18 jaar. Sinds 18 jaar. En wat is dit allemaal voor een... Voor een verzameling? Boven hier zijn verzameld door mijn vrouw. En daaronder zijn een paar van mij. En dat zijn de Boeddha-beelden. Oké. Okay. En waar is je vrouw? Dus op ogenblik op het werk, aan het werk. Oh, die is aan het werk? Ja. Okay. Of ze is bij de vrienden op bezoek. Want ze komt uit de Filipijnen. Dus ze is bij Filipijnse vrienden op bezoek. Oh, dus je weet eigenlijk niet waar ze is? Dus meestal gaat ze aan het werk. En na het werk gaat ze dan even bij Filipijnse vrienden op bezoek. Oké. Okay. Wat doet ze voor werk? Schoonmaak en oppas. En oppas. Ja. En ze werkt ook op Schiphol. Ook nog? Als bij de Burger King, geloof ik, ja. Oh, oké. Okay. Ja. En zelf werk je niet meer, hè, geloof ik? Nee, ik ben met pensioen. Lekker. Sinds eind 2018. En het begin was lastig. Ja. En nu vind ik, ja, het is wel fijn. Je kan elke dag lekker uitslapen. Maar je mist wel je collega's en zo en het werk. Dus dat mis ik af en toe wel. Beetje de structuur. Ja, de structuur van het dagelijks leven. En nu is het gewoon elke dag een beetje leren. Want ik heb Arabisch geleerd, Chinees geleerd. En dan, na je pensioen, ben je daarmee begonnen? Nee, daar was ik al een hele tijd heel mee bezig. Arabisch en Chinees? Arabisch en Chinees. Klassiek Arabisch. Ja. En Chinees. Laat eens wat horen. Hoor jou shuozhenme? Wo shuozhi tongwen? Dat is Chinees, denk ik, hè? Ja. Tongen, ik heb een prachtige hart, dan is het heel erg kunnen. Tebier, xie, zi, xie, han, zi, heel erg kunnen. Ja, ja. Dus ik zeg van, Chinees is een mooie taal, maar het schrijven van het schrift is heel erg moeilijk. En Arabisch, is dat makkelijker? Arabisch is wat makkelijker. Ja, het grappige is, Chinees is makkelijker qua grammatica, want grammatica is heel eenvoudig. Ja. En Arabisch is moeilijker qua... grammatica, maar ook qua uitspraak. Dat is, die hebben sommige klanken die wij westerse mensen niet kennen. Hoe zeg je koffie in het Arabisch? Kahwa. 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 Heb je kahwa? Ja, aan die kahwa. Zullen we een bakje maken? Kahwa? Ja, graag. Zelfs tijdens het koffie maken wordt er gedanst. Altijd. Houd je jong. Ja, en na je pensioen is dat wel belangrijk, hè? Dat je niet in een zwart gat valt. Ja, precies. En er zijn wel eens dagen dat ik behoorlijk depri ben. Ook met al dat nieuws wat je mee overspoeld wordt. Ja? Maar dan ga ik naar buiten en dansen. En dan zie ik weer pas lachende gezichten. En dan, dat maakt het goed. Dan maak ik me weer blij. Voel ik me weer goed. En je hebt meer tijd om te dansen ook? Sinds en ik heb veel meer tijd. Ja. De koffiemelk en suiker staat binnen. Oké, nou, gaan we even zitten binnen. Hoe belangrijk is dansen eigenlijk voor jou? Heel belangrijk. Ja? Ik geloof dat als ik het niet zou hebben, nou dan ik weet het niet wat er dan zou gebeuren. Dat is, voor mij is het gewoon een uitlaatklep. Ja. Het is meer dan dans alleen eigenlijk, het is ook een uitlaatklep. Komt dat ergens vandaan of zo? Heb je... moeilijke tijd achter de rug? Of? Toen de corona kwam, toen
paar dagen daarna heb ik een heftige inzinking gehad, zal ik maar zeggen. Vreselijke paniekaanval. Door die corona. Okay. Achteraf gezien was de corona het druppeltje dat de emmer deed overlopen. En sindsdien heb ik tegen mezelf gezegd, vanaf nu ga ik elke nacht naar buiten om te dansen. Wat ik het belangrijkste vind, is het contact dat je dan hebt met mensen. Ja. Want ik kan me herinneren, vroeger was het dus niet zo. Toen was ik heel erg studieus. Ja, ik heb Arabisch gedaan, Chinees. Continu bezig met leren, et cetera. Ja. Dus ik had niet veel contact. Maar nu is dat gewoon 180 graden gedraaid. En dat doet me heel veel goed. Ja. Dus misschien was je ook verlegen vroeger? Ja, nog wel een beetje, maar... Ja. Maar goed, op straat dansen, dat durft niet iedereen. Nee. Maar als ik nu muziek hoor, dan vergeet ik alles om me heen. Wat vindt jouw vrouw eigenlijk van jouw hobby? Zij vindt het wel leuk. Alleen, ja, zij heeft helemaal niks met dansen. Ze heeft, nee. Oh. Wat zij wel heel leuk vindt, is karaoke zingen. Dat doet ze wel eens af en toe. En dan doe je ook wel met mee? Met de vrienden. Ja, de laatste tijd doe ik ook wel mee. Ja. Nou, misschien gaat ze dan ook binnenkort nog meedansen. Misschien. Ja. Jij tekent ook je danspassen uit, hè, van tevoren? Ja, soms. Soms dan teken ik ze uit. Dan komt het ook goed in je geheugen. Ja, dit zijn dan de schoenen, zal ik maar zeggen. Dit zijn herenschoenen, zal ik zeggen. Ja, ja. En dan teken ik voor de dameschoenen bijvoorbeeld dit. Dus hier heb ik dus getekend back, want het staat op die voet, op je linkervoet. Ja. Hup. En dan is het 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, dat is heel erg lastig. Ik ga er niet aan beginnen hoor. Maar dit is dus wel voor jou echt een geheugensteun. Ja, het is een soort geheugensteun. Je neemt het niet mee op straat? Nee. 1, 2, en dan is het triple step. Dan is het triple step. Ja, dat is een beetje lastig te tekenen, omdat je van de een op de ander, je zet het gewicht van de een op de ander. Ik vergelijk het altijd met, als je die triple step doet, dat je dus 1, 2... En dan dat je op deze staat, maar dat er een punaise op ligt. Au, en dan stap je er gauw op die. Oh ja. Dus dat is eigenlijk de essentie van die triple step. En dat sta je dan hier wel eens te oefenen ook in de woonkamer? Ja, want het is 1, 2, triple step en achter. En jouw vrouw denkt niet af en toe van, gaat niet goed? Nee, die is het nu wel een beetje gewend, ja. Die is het wel een beetje gewend. Die kijkt er niet meer van op? Nee. Oh. Sleutels bij je? Ja, nee, ja, ik heb er een van. On y va, hè? Hoe reageren mensen op straat eigenlijk als jij, heel leuk, als jij zo rondloopt? Heel leuk. Ja? Allemaal positief. Ben je nooit bang wat mensen dan eventueel van je kunnen vinden? Nee. Vroeger was het toch wel heel erg, maar nu, nee. Als ik echt goede muziek hoor, ja, dan doet het wat met me. Ik word blij en dan ga ik lekker dansen. Interesseert het je allemaal niet verder? Ja, dan vergeet ik gewoon alles om me heen. Ja. En de reacties zijn altijd positief. We'll be right back.
Hoi. Wie heb je meegenomen? Dag, ik ben Pim. Asset. Hallo, Asset. Danspartner, hè? Danspartner van Roland. Van Roland. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Okay. Ja, ik heb begrepen dat jullie het wel goed kunnen vinden. Ja, wij kunnen het wel goed vinden op de dansvloer. We zoeken even een leuk plekje op. Ja, gaan we even dansen. Want, ja, leuk. Waar gaan we dan op het dinges of op de vlonder? Zie, je hebt alleen nog maar die houten, kleine houten stukjes. Maar die tegels zijn wel gladder dan dit. Ja. Ik denk dat dat, dat is fijner is. Ja, je moet wel een beetje goed kunnen bewegen. Ja, niet te wild, want het is toch beton. Moeten we even uitkijken. Gaan we er daar naar beneden bij de trappen? Ja. Okay. Hoe lang dansen jullie al samen eigenlijk? Dit is het vijfde jaar, maar ja, er zijn natuurlijk 2 jaar corona tussenuit gevallen. Ja, maar daar hebben we ook nog even gedanst in die corona. Ja, maar niet. Mijn god, dat was niet echt de moeite. Nee. Voordat corona begon deden we dat wel 3-4 keer per week en dan 9 of 10 uur per week. Ja. En waar deden jullie dat dan? Of waar doen jullie dat? We begonnen altijd in Crazy Pianos. Ja. Ja, dus in dansgelegenheden gewoon? Ja. Ja, ja, maar hier altijd, in Scheveningen. Ja. En dan Crazy Pianos ging dan pas om 3:30 dicht. Hij bleef ook vaak tot 3:30 ochtends. Ja, ja. En daar Big Bell en dat andere ding op de hoek, ik weet niet hoe die heet. En de Steam. En ook wel hier op de boulevard eventjes, weet je wel. In de coronatijd heel eventjes dan. Ook maar ja, nou hier. Maar dan kreeg je natuurlijk al gauw dat mensen bleven staan en dat mocht dan niet. Dus dan gingen we naar 1 liedje gingen we weer verder. Het werd een soort attractie. Ja, ja, dan waren er te veel mensen bij elkaar. Dus dan moesten we eigenlijk maar weer doorlopen. Ja. Nou, dat deden we dan ook. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Ongelooflijk! Ja, en er is ook publiek. Ja. Hey. Wat een energie. Een leuke hondje. Ja, mooi hè, mevrouw. Energie, ja, zeker. Ja, ja, energie van hond, dat heeft hij. Vind je het leuk? Even dansen? Ik vind het leuk om even te dansen. Papa, even met hem. Je wint ze om de vingers, hè, die vrouwen. Even kijken wat ik nog goed noemen vind. De een na de ander. Op de heup. Had u niet verwacht vanmorgen, hè, mevrouw, nee, toen u wakker werd? Nee, zeker niet. Ik dacht helemaal niet dat ik op de boulevard zou lopen. Ja. En dan gaan we de volgende. Ik maak wel weer plaats. Oh, ik moet... Astrid vindt het ook allemaal niet erg? Nee hoor, dan kan ik even uitrusten. Je kan goed delen? Ja, nou, ja, redelijk. Heel even dan. Zie, word ik al groen? Nee. Nee hoor. Hoe hebben jullie elkaar nou eigenlijk ontmoet? Ja, dat was gewoon toeval. Ik ging naar een open dag Lindy Hop in Leiden.
En ja, daar was Roland ook. En toen zeiden ze op een gegeven moment, na een uur oefenen van... nou, kies maar iemand uit waar je de rest van de avond mee denkt te willen dansen. En ik had hem natuurlijk al gezien met zijn moves, dus ik denk, ik neem die. Ja, ze sprong er ineens in, maar voordat ik een ander kon vragen. Wat maakt Roland zo goed dan? Nou, dat heb je nou toch gezien? Dat hoef ik niet meer te zeggen, toch? Nee, maar er zijn meer mensen die kunnen dansen. Maar wat vind je speciaal aan zijn nou, manier? Nou, het gezellige, het ongedwongen, weet je, het soepele. Maakt niet uit als ze wat fout gaan doen, maar gewoon wat anders. Weet je, het hoeft niet allemaal keurig netjes te zijn als het maar gewoon gezellig is. Ja, maar ik denk bij ons vooral is dat we zoveel lol erin hebben, samen. Ja. Dat ja. Zij, ik zie haar stralen, zij ziet waarschijnlijk mij stralen. Ja. En de mensen zien dat. Ja. Het is niet zozeer het dansen, niet zozeer de techniek, maar dat, die lol die we samen hebben. Ja, het straalt er vanaf. En dat, nou, maar dat is steeds ook wat mensen zeggen. Weet je, vooral ook toen we in Crazy Pianos komen, heel vaak brides to be, weet je wel. Ja. En dan schreeuwen ze in je oor, ah, zo leuk, ik hoop dat ik ook nog kan dansen als ik zo oud ben. Weet je, hartstikke leuk. Dus ze vinden het gewoon hartstikke leuk. En als je zegt, ga dan ook op dansen. Dus nee, ik kan niet dansen. Ja, moet je wel beginnen. Ja. Nou, je moet het ook durven. Je moet het durven, denk ik. Ja, je moet een drempel over in het begin, ja. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes met alles en het gaat jullie goed. Dankjewel. Roland, leuk om jou even gevolgd te hebben vandaag. Heel leuk. Thank you.